Staat u een tevreden coach? Ja, absoluut. Heel tevreden coach. Als je ziet hoe we het opgepakt hebben. Vanuit de bespreking hoe we gewerkt hebben. Dat hebben we ook, exact hebben ze dat gedaan. Alleen, je maakt het je op het laatste moment nog onnodig moeilijk. Twee van de drie goals moesten uit een penalty komen. Moet er nog gewerkt worden aan de afwerking en uitspelen van de aanvallen? Nou ja, ik had liever gezien dat die van Kalkoen erin gegaan was. Nee, maar buiten dat, op een gegeven moment dat je op 3-2 staat, dan komen er met 10 mensen te spelen. En dan kom je in een counterovertal te spelen op 4-2. En dan vind ik gewoon dat je dat beter moet uitspelen. En dan de eerste helft hadden we nog een kans. Maar als je die vierde erin drukt, dan ben je helemaal klaar. Het is natuurlijk altijd lekker om een belangrijke goal te maken voor je team. Al maakt het mij niet zoveel uit wie de goal maakt als hij er maar in gaat. En het moment was ideaal. En daarna schiet Boerak nog een panel erin. Dus dat was het slot op de deur eigenlijk. Kun je niet tevreden zijn over de wedstrijd van vandaag, over het spel? Ik denk als je kijkt, we hebben allemaal hard gewerkt. Ik denk dat het drukzet ook goed ging. Voetballend kunnen we wel een paar stappen maken. Hadden we ook veel meer winst kunnen halen vandaag. Maar al met al voor de eerste competitiewedstrijd. Toch wel een redelijk sterke tegenstander. Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Ja. Het is een behoorlijke opsteker om zo te beginnen in de competitie. Eerste wedstrijd altijd lekker. Nee, dit is een super begin. Verleden jaar 2 gespeeld, 0 punten. Nu open je tegen toch een van de favorieten wat ik begrepen heb. Nou ja, als je dan hier in de uitwedstrijd wint, is het fantastisch. Breukel is de volgende. Nou ja, we gaan eerst nu genieten nog en dan gaan we alles op uitwerken. Hoe Breukelen speelt, wat Breukelen gedaan heeft. En ik ga nu eerst met die jongens aan de slag de komende week naar Breukelen toe. En dat is de volgende thuis.